Eindelijk kan ik ermee op stap. De allereerste auto gebouwd op het gloednieuwe eGMP-platform van Hyundai. Het merk wil namelijk zijn marktleiderspositie behouden als het gaat om het bouwen van volledig elektrische auto's die betaalbaar zijn en waarmee je verder komt dan alleen het volgende dorp. In plaats van eerder gedane investeringen eindeloos uit te melken, zoals andere merken dat soms wel een beetje kunnen doen, pakt het merk namelijk door. Ze blijven investeren en innoveren om het huidige aanbod elektrische auto's uit te breiden en veel beter te maken. Deze jongen, dat is daarvan het eerste resultaat. Welkom aan boord van de Hyundai Ioniq 5. Laten we om te beginnen starten met het feit dat dit niet een opvolger is van de Ioniq Electric zoals we die nu kennen. Nee, deze Ioniq 5 die zoekt het een stapje hogerop. Een behoorlijk stapje zelfs. Noem het gerust een complete ladder. De Ioniq 5 is namelijk een auto van het formaatje Volkswagen ID.4 of Skoda Enyaq. Het is echt een behoorlijk forse SUV. Volgens Hyundai is de Ioniq 5 een CUV, een crossover utility vehicle. Het is dus niet een grote SUV als bijvoorbeeld de Enyaq, het is meer een auto in de trant van de Volkswagen ID.4. Hij is net even iets sportiever, misschien iets dynamischer om te zien en daardoor ook bijvoorbeeld qua daklijn zeker net even iets lager. Dit is de tweede keer dat ik kennis maak met de Ioniq 5. Eerder zag ik hem al statisch voor het hoofdkantoor van Hyundai Motors Nederland en nu maak ik er dynamisch kennis mee rondom het Spaanse Valencia. Wederom is het een hele aangename kennismaking, want het is echt een ontzettend toffe auto om te zien qua design bijvoorbeeld. Helemaal in het echt komt hij echt heel goed tot zijn recht. Het is een auto die eruit springt als het ware. Hij steekt met kop en schouders tussen alle andere auto's uit. Niet alleen qua formaat, maar ook zeker voor wat betreft het design. Het is een unieke auto met een retro design als het ware, die echt doet denken aan Project 45, het studiomodel dat de Hyundai een aantal jaren geleden toonde. Verdiep je je in het design van de Ioniq 5, dan kom je achter een aantal interessante feitjes. Die motorkap bijvoorbeeld, Hyundai noemt het een schelpvorm die die motorkap heeft. En op die manier hebben ze zo min mogelijk kieren en gaten tussen de verschillende carrosseriedelen weten te bereiken. Zorgt voor een betere stroomlijn, maar ook voor een cleanere look wat mij betreft. Gaaf zijn bovendien die pixel LED-verlichting in deze complete lounge-uitvoering. Aan de voorkant, maar ook aan de achterkant. Echt van die pixel LED'jes, super gaaf om te zien. En ook helemaal omdat bijvoorbeeld aan de achterkant, daar zijn de achterlichten in verwerkt in die LED-structuur, in die pixels, maar ook de knipperlichten. Oké, die pixel LED-verlichting is niet standaard, maar het is wel goed om te weten dat elke Ioniq 5 wordt geleverd met volledige LED-verlichting rondom. Wel meteen een puntje van kritiek. Het is vooral design bij die koplampen, want bijvoorbeeld een LED-matrixfunctie ontbreekt en dat begint toch wel echt een dingetje te worden bij meer completere uitvoeringen van verschillende andere auto's in deze klasse. Iets dat ook weer meteen opvalt bij de Ioniq 5 zodra hij ernaast staat, het is echt een forse auto, waarbij met name de behoorlijke wielbasis direct in het oog springt. 3 meter zit er tussen de voor- en de achteras en dat is echt behoorlijk fors te noemen. Zorgt voor een mooi uitgebalanceerd design, die wielen staan heel ver naar voren en dat geeft de auto ook heel veel body. Maar het zorgt er ook vooral voor dat je lekker veel interieurruimte hebt, maar daar kom ik later even op terug. Wat je daarnaast misschien iets minder goed ziet, direct op het eerste oog althans, dat is het feit dat deze auto is voorzien van 20 inch lichtmetalen velgen. En dan hoor ik jou meteen denken, ja, maar die zullen wel niet standaard zijn. Nee, dat klopt, want 19 inch is de standaardmaat onder elke Ioniq 5. Bij het naderen van de auto valt het daarnaast ook meteen op dat de handvatten zijn verwerkt in de carrosserie. Je nadert de auto met de sleutel op zak en de handvatten klappen uit naar buiten, waarna je gemakkelijk plaatsneemt achter het stuur.
Heb je eenmaal plaatsgenomen achter het stuur, dan zit je vervolgens in Hyundai's living space, zoals ze dat noemen. En dat is het resultaat van dat eGMP-platform. Een platform waarin het accupakket is gehuisvest in de bodem van de auto en met op de kop een elektromotor en op de achteras een elektromotor. Daartussenin is dus helemaal niets nodig. Geen transmissie, geen aandrijfas naar achteren of allemaal van die in ruimte in beslag nemende techniek. Nee, Hyundai heeft een blanco vel gekregen met dat platform. En dat betekent dus dat je in combinatie met die 3 meter wielbasis een van de ruimste interieurs in zijn klasse aantreft. Echt fantastisch. Kijk ik hier om mij heen, dan tref ik een open ruimte aan tussen mij en mijn bijrijder. Ik kan gewoon bij wijze van spreken hier een speelgoedautootje van links naar rechts over de vloer laten rijden. Maar daar weer achter treffen we ook weer een opbergvak aan met een USB-aansluitpunt, een traditionele 12 volt oplader. En je treft hier in het midden een riante middenarmsteun aan met een opbergvak die je over een lengte van 14 centimeter naar voren of juist naar achteren kan schuiven om zo nog flexibeler om te gaan met die ruimte hier aan boord. In die middenarmsteun kan je vervolgens ook nog eens spulletjes kwijtraken. Je hebt daaronder een mooie rubberen coating waarop spulletjes blijven liggen, een draadloze telefoonoplader met een geventileerd stuk en eveneens een rubberen coating, dus die telefoon blijft liggen en wordt een beetje gekoeld als je hem draadloos oplaadt. 2 bekerhouders, nog 2 USB-aansluitpunten of oplaadpunten, het is maar hoe je het kan zien. Een armsteun die je omhoog kan klappen om makkelijker bij die ruimte te kunnen hier in het midden. En een armsteun die je ook nog eens open kan doen, waarin je ook nog heel veel opbergruimte aantreft. Dat gecombineerd met riante portiervakken en heel een heerlijk ruimtelijk gevoel. Ja, dit is echt gewoon top of the bill. Het geheel is uiterst keurig afgewerkt, opgetrokken uit mooie materialen, al is daar ook nog iets bijzonders mee aan de hand. Zo heeft Hyundai ook nu aandacht besteed aan de ecologische footprint. Zo is het interieur deels vervaardigd uit gerecyclede petflessen en organisch suikerriet en is het leder behandeld met plantaardige oliën. Ook is Hyundai een samenwerking aangegaan met Healthy Seas en zijn de vloermatten bijvoorbeeld gemaakt van oude visnetten en ander nylon afval uit de oceanen. Niet de eerste keer, want de Ioniq uit 2016 had al een interieur dat was opgetrokken uit deels gerecyclede petflessen. En dat het een forse auto is, zien we uiteraard ook in de kofferbak en op de achterbank. Met name de ruimte aldaar is zeer riant te noemen. Als ik achter mijzelf plaatsneem, kan ik haast mijn benen strekken en dankzij de doorlopende daklijn is ook de hoofdruimte erg goed. De zit is comfortabel en het enige dat misschien kan storen is de lage voorstoel waar de schoenen niet ondergeschoven kunnen worden. Ventilatieroosters zijn ook present, evenals USB-oplaadpunten en achterbankverwarming in 2 standen. In deze lounge-uitvoering is de achterbank daarnaast elektrisch in lengte verstelbaar en kan je ook de rugleuning reclinen voor een iets meer ontspannen zit. De kofferruimte is met 531 liter aan de riante kant. Klap je de achterbankleuning neer, dan ontstaat er een nagenoeg vlakke laadvloer en een totale inhoud van 1600 liter. De laadkabels kan je deels kwijt in de ruimte onder de vloer, al houdt dit niet bepaald over. Alles dat je bovendien recht voor je neus aantreft is standaard te noemen in elke Ioniq. En dat is dat je 2 12,3 inch grote schermen aantreft, waarvan het rechter exemplaar een touchscreen is. En dat is maar goed ook, want er is heel veel verwerkt in dat multimedia en navigatiesysteem. Jawel, navigatie is ook standaard aanwezig in elke Ioniq. Climate control, het instellen van de veiligheidssystemen, stoelkoeling, stoelverwarming, stuurwielverwarming. Alles schakel je in of uit via dit touchscreen. Gelukkig werkt het snel, is de menustructuur ook vrij duidelijk en heeft Hyundai bovendien snel koppelingen gehouden om bijvoorbeeld de temperatuur in de auto te veranderen, om die in te stellen, de aanjager, automatische modus in te stellen. Dat kan ook allemaal nog met een touchscreen extra unit hieronder. Een beetje de optimale balans dus misschien tussen het wegwerken van diverse schakelaars, maar ook het praktische nut van sneltoetsen hier op zo'n dashboard. Achter het stuurwiel tref je nog zo'n scherm aan dat je in dat geval niet aan kan raken, maar het toont je wel alle informatie die je maar nodig kan hebben.
over het verbruik van de auto, de status van de veiligheidssystemen, uiteraard de snelheid, de accucapaciteit en het verbruik. Vanaf een luxe uitrustingsniveau krijg je bovendien een head-up display met augmented reality voor wat betreft de aanwijzingen van het navigatiesysteem en de level 2 autonome technologie die je ook vanaf een completer uitrustingsniveau aantreft. Want daarmee zet Hyundai ook weer een nieuwe stap in de vorm van Highway Driver Assist 2. Highway Driver Assist was al eerder leverbaar op bijvoorbeeld de Santa Fe, maar daar werkte het heel goed. Alleen, hij kon nog niet bijvoorbeeld autonoom inhalen. Dat hij de move van links naar rechts een andere rijstrook bijvoorbeeld zelf deed. Deze IONIQ 5 doet dat nu wel met Highway Driver Assist 2. En ik kan je vertellen, dat werkt erg goed. Iets dat ook meteen in de smaak valt. Dit zijn by far de comfortabelste stoelen waarop ik de laatste tijd heb gezeten. Fantastisch! Dit is een zogenaamde lounge versie. En dat betekent dat ik zit op hele comfortabele, goed gevormde zetels. Zetels die je bovendien kan omtoveren tot een lounge functie in de vorm van je kan gaan liggen terwijl je bijvoorbeeld staat te laden met die IONIQ. Er komt dan ook een extra steuntje voor de onderbenen omhoog waar je ook profijt van kan hebben tijdens het rijden. De rugleuning is goed gevormd, de hoofdsteun is bekleed met zacht leder, voelt zalig aan voor het achterhoofd wat dat betreft en ook het zitvlak is zeer jan te noemen. Lekker lange zittingen, een goed gevormd kussen, ja, dit is wel heel erg comfortabel. De IONIQ 5 komt er in Nederland in 3 verschillende smaken. Een standaard achterwiel aangedreven versie met een 58 kWh groot accupakket. Een standaard achterwiel aangedreven versie met een grotere accu in de vorm van een 73 kWh accupakket. En een versie met all-wheel drive 4-wiel aandrijving die ook op de vooras is voorzien van een elektromotor. Deze is standaard gekoppeld aan het grotere accupakket van 73 kWh. De versie die het verste komt met bijna 485 km volgens de WLTP testmethode, dat is de achterwiel aangedreven versie met het grote accupakket. Maar het moet gezegd worden, ook de instapversie komt al een aardig eindje met zijn 58 kWh. 380 km in combinatie met een 170 pk sterke elektromotor op de achteras. Een koppel van 350 Nm en dat vermogen zorgt er bovendien voor dat hij in 8,5 seconden naar de 100 km per uur springt en een topsnelheid van 185 km per uur heeft. Ook mag die instapversie al iets trekken met 750 kilo en is het goed om te weten dat hij een behoorlijke kogeldruk heeft van 100 kilo. Een trede hoger op de ladder staat de achterwiel aangedreven 73 kWh versie en die haalt volgens de WLTP dus bijna 485 km. Je krijgt op dat moment een 217 pk sterke elektromotor op de achteras die net als de instapversie 350 Nm trekkracht kan leveren. De 0 tot 100 sprint neemt 7,5 seconden in beslag en die versie mag 1500 kilo trekken. Maar wel even opletten, want die versie komt 485 km ver als jij de 19 inch velgen eronder laat liggen. Opteer jij namelijk voor de 20 inch lichtmetalen velgen, dan zakt de range naar 450 km op één acculading. Wil je de vooralsnog krachtigste IONIQ 5, dan zal je de 73 kWh versie moeten nemen met 2 motoren. Dan krijg je in totaal 305 pk en een bizar hoog koppel, zeker voor een Hyundai, van 605 Nm. Goed om de 0 tot 100 sprint in iets meer dan 5 seconden af te ronden en eveneens een topsnelheid van begrenst 185 km per uur. Die versie komt 460 km. Met 19 inch lichtmetalen velgen. Neem je de 20 inch lichtmetalen velgen, dan gaat er 30 km vanaf en houd je 430 km range over. Wat de IONIQ 5 echter onderscheidt van zijn concurrentie, dat is de techniek aan boord. En dan niet alleen voor wat betreft zijn power of de aandrijftechniek of dat mooie nieuwe eGNP platform, maar vooral vanwege het feit dat deze auto beschikt over 800 volt techniek. Andere auto's in deze klasse, van de Ford Mustang Mach-E tot de ID-serie van Volkswagen, maar ook bijvoorbeeld een auto als de Audi Q4 e-tron, beschikken allemaal over 400 volt structuur. Die 800 volt maakt het namelijk mogelijk dat deze IONIQ razendsnel kan laden.
Hyundai belooft een tot 80% gevulde accu in 18 minuten. En dat moet neerkomen op ongeveer een laadsnelheid van gemiddeld 140 kW aan een 350 kW lader. Filmpjes die circuleren op het internet laten piekvermogen zien van 240 kW en zelfs nog een vermogen van boven de 100 kW als de accu al voor 75% is gevuld. Kijk, now we're talking. Dat zijn serieuze laadsnelheden en die zorgen er dan ook voor dat je in 5 minuten tijd alweer 100 km range hebt. Mooi is ook dat deze hoogstaande technologie standaard is in elke IONIQ 5. Ook in combinatie met een 11 kW driefase boordlader die ervoor zorgt dat de auto, als die helemaal leeg is, 0% accu, toch in ongeveer 7 uurtjes weer volledig is gevuld. En dat in deze klasse. Want laten we wel wezen, er is één andere auto, één ander automerk dat 800 volt technologie aanbiedt. En dat is Porsche met de Taycan. Nou, en we weten allemaal wat die minimaal moet kosten. Hyundai maakt die technologie dus bereikbaar en gaat zelfs gewoon een stapje verder. Want die IONIQ 5 kan ook zowaar stroom terugleveren. Je kan er bidirectioneel mee laden. En dat betekent dus dat jij de auto vol kan laden bijvoorbeeld. Op piekmomenten dat jouw zonnepanelen heel veel stroom opwekken, kan je de auto dus opladen. Maar je kan die stroom later weer gebruiken om bijvoorbeeld 24 uur lang een compacte airconditioning te laten draaien. Evenals een 55 inch televisie. Je hebt dus gewoon een normale 220 volt aansluiting in die IONIQ 5. Maar ook een speciale stekker waarmee het dus mogelijk is om deze auto om te toveren tot een gigantische powerbank. Maar hoe rijdt die dan, die nieuwe IONIQ 5? Nou ja, wat denk je zelf? Hartstikke goed natuurlijk. We hebben te maken met een gloednieuw platform van een echt wel serieus concern. En dat betekent dus dat je de laatste technieken in zo'n platform aan kan treffen om die auto zo goed en zo strak mogelijk te laten rijden. Het resultaat is een hele fijne, wendbare en verrassend lichtvoetige auto om mee op pad te zijn. Het is een forse auto, hè? Onthoud dat, hè? Want het is ook een auto die gewoon minimaal 1800 kilo in de schaal legt. De versie waarmee ik nu rijd, die weegt bijna 2000 kilo met zijn twee elektromotoren en het grootste accupakket. Maar toch voelt die niet zo aan en dat heeft er alles mee te maken dat dat gewicht laag in de bodem ligt. Het eGMP-platform zorgt ervoor dat het accupakket in de bodem van de auto ligt. Twee elektromotoren, eentje voor, eentje achter, ook laag geplaatst. Ja, en dat zorgt gewoon dat het zwaartepunt laag in die auto ligt. Wat er dan vervolgens weer voor zorgt dat die auto, ondanks dat hij wat hoger op zijn poten staat, ondanks dat hij een wat hogere carrosserie heeft, niet extreem stug is afgeveerd om alles een beetje in toon te houden. Nee, hij is zelfs vrij soepel geveerd en dat maakt hem erg prettig, zeker ook in combinatie met die lange wielbasis op bijvoorbeeld slecht wegdek of drempels en glooiingen in het asfalt. Het viel mij daarnaast ook op dat hij zelfs bij een hele lage snelheid een korte oneffenheid mooi kan verwerken. Rij je iets harder, dan voel je wel vervolgens dat er zeker in onder dit testexemplaar de 20 inch lichtmetalen velgen een klein beetje door kunnen dreunen in het onderstel. Ik zou niet durven zeggen hoe de 19 inch exemplaren het doen, maar laten we eerlijk zijn, ook dat is nog behoorlijk groot en zorgt al snel voor wat dunner rubber. Voor wat betreft het samenspel van de twee elektromotoren is het daarnaast mooi om op te merken dat de elektromotor op de achteras in dit geval 210 pk sterk is en die op de vooras 95 pk. En al helemaal als ik een parallel trek met de Ford Mustang Mach-E, die met all-wheel drive vierwielaandrijving, hier merk je wel dat die voorste elektromotor altijd een beetje ondersteunt. Helemaal ook bocht uit. Let wel, het is een achterwiel aangedreven auto om mee te rijden. En dat betekent dat je altijd een hele mooie neutrale balans in dat onderstel hebt. Je voelt bijna geen aandrijfkrachten in het stuur en helemaal bocht uit is het een auto die soms wel eens zelfs een beetje wil dansen. Je kan hem dan echt mooi besturen met het stroompedaal. Bocht uit, lekker enthousiast op dat stroompedaal trappen en je voelt zelfs dat de kont een klein stapje opzij wilt zetten. Ik ben best wel benieuwd wat deze auto doet op bijvoorbeeld een beetje vochtig wegdek of zelfs in de sneeuw- en winterse omstandigheden. Ik denk dat die zomaar eens heel erg leuk te rijden is. Sterker nog, hij doet mij soms wel eens een beetje denken aan die Ford Mustang Mach-E, zij het dat deze IONIQ 5 veel minder stug is.
Wel blijft het overhellen op dat moment binnen de perken en is het een auto die goed blijft communiceren met je. Hij wekt al heel snel heel veel vertrouwen op. Een groot verschil met die Mach-E is echter wel dat op het moment als je zoiets doet, vol op het gas, bocht uit, dan voel je wel dat je ook tractie krijgt op de voorwielen. Hij gaat dan niet volledig om, schakelt pas op een later moment die voorste elektromotor bij. Nee, je voelt die elektromotor meteen gaan ondersteunen en de boel in het gareel trekken. Dat houdt het allemaal heel erg veilig en dat maakt het dan ook echt tot een all-wheel drive auto in plaats van een four-wheel drive auto. Ja, en zoals ik al zei, in de sportmodus, tussensprintje, ik rij nou 87 en ik rij 120. Ja, echt, het zet weer stappen, jongens. Ongelooflijk. Toe. Wat ook positief opvalt, het is een grote auto, maar hij voelt kleiner aan om mee te rijden. En je hebt bovendien heel veel glas rondom. Vrij dunne A-stijlen ook, dus je hebt een heerlijk zicht over de rest van het verkeer. De enige dode hoek, dat is die C-stijl, die is vrij fors, maar ik heb er vrij weinig last van. Te meer omdat ik grote, duidelijke spiegels heb en een heel intelligent dode hoeksysteem, inclusief camera's onder de buitenspiegels die het beeld recht in jouw zichtveld projecteren hier op het linker scherm. Ja, en dat het merk al iets langer dan de dag van gisteren ervaring heeft met het bouwen van volledig elektrische auto's, merk je ook aan zaken als het regeneratief remmen, maar ook sowieso de fine-tuning in het stroompedaal en het rempedaal. Dat is gewoon zo verfijnd te noemen. En bijvoorbeeld een heel groot contrast met een auto als een Mustang Mach-E, waar dat soort dingen nog gewoon niet zo heel erg goed werken. Hier zit er zoveel verfijning in het rempedaal, in het stroompedaal, dat je heel goed gedoseerd kan remmen en eigenlijk geen overgang merkt van het regeneratief remmen naar het normaal remmen met de remschijven. Over het verbruik kan ik nog niet heel erg veel zeggen. Ik rij hier in Spanje, ik rij hier continu berg op berg af. Ik probeer continu een beetje te kijken wat die auto in zijn mars heeft en dat geeft een eigenlijk, wat mij betreft, vertekend beeld. Desalniettemin heb ik vandaag bijna 200 kilometer gereden met een gemiddeld verbruik van 17,8 kilowattuur op 100 kilometer. En dat is dus behoorlijk efficiënt. Let wel, het is hier behoorlijk warm, dus de kachel hoeft niet te werken. En ik heb ongeveer 40% van mijn reis afgelegd over de snelweg. Wel zag ik dat op dat moment het stroomverbruik net iets onder de 20 kilowattuur op 100 kilometer hing. Dat is dus eigenlijk conform het segment te noemen. Ja, en die kachel, dat is nog wel een dingetje. De standaardversie van de IONIQ 5 beschikt namelijk niet over een efficiënte warmtepompinstallatie. Deze is pas vanaf de Connect Plus uitvoering aanwezig, evenals batterijverwarming. Op de Style en Connect kost dit 1200 euro extra en dit is wat mij betreft echt een must om enigszins efficiënte winterse maanden door te komen. En ja, heb ik er dan terecht zo naar uitgekeken, naar die IONIQ 5? Maakt die mijn verwachtingen waar? Ja, daar kan ik gewoon heel simpel en direct over zijn. Absoluut. Deze IONIQ 5, dit is gewoon het perfecte voorbeeld dat Hyundai geen halve maatregelen neemt. Het merk wil echt doorpakken. Zet vol in op elektrische mobiliteit. En die IONIQ 5 is echt de next step. Niet alleen ten opzichte van een IONIQ Electric of een Kona Electric die nu al een aantal jaren rondrijden, maar eigenlijk ten opzichte van alle concurrenten van die IONIQ 5. Zeker als we kijken naar de techniek, de innovativiteit voor wat betreft het interieur ook, maar dat laadvermogen, 800 volt gebaseerd, hoge pieksnelheden, maar ook een behoorlijk hoge gemiddelde laadsnelheid. Zorgt ervoor dat het accupakket vrij compact is kunnen blijven met 73 kWh, want die auto kan gewoon zo snel laden dat het letterlijk een snelle plaspauze is als jij op reis bent met die auto. Het is daarnaast een praktische auto met 1600 kilogram trekgewicht en wederom, dankzij dat hoge snellaadvermogen, die 800 volt techniek, kan je ook op dat moment weer heel snel door. Ja, alle andere automerken gaan de aankomende jaren, echt wel jaren vrees ik, behoorlijk veel last krijgen van deze IONIQ 5.
Vond jij deze eerste kennismaking met de Hyundai Ioniq 5 leuk en interessant om te zien? En zeg je, ik wil meer van Insta Autovlog zien? Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Erwin Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!